Rossel. Daar moet Batenmeer naartoe. Nunnally. Olson, goed snel gecombineerd. Braude. De bal blijft wat hangen. Kan die worden uitgehaald? Ja. Kan die erin geschoten worden? Nee. Geen goede paas komt toch aan bij Keulert. Leek te onderscheppen. Haaien. Sarawi. Nunnally even naar de andere kant. Sarawi lepelt hem voor en daar is Van Amersfoort maar weer eens. Olson, ruimte. Schot is lekker, de redding moeizaam van Jeffrey de Lange. Sarawi. Schot van Sarawi geblokt door Nauwe. Weer Sarawi. Nu is er geen ruimte en Go Ahead heeft het daar helemaal dicht gegooid. Eigenlijk iedereen terug. Ik denk dat een uitbraak zo goed als onmogelijk is. En dus herovert Heerenveen diep op de helft van Go Ahead de bal. Keulert. Van Amersfoort. En dat is geen probleem voor de Lang. Goed gespeeld. Oh, in één keer Brouwers. Dan overstapje. Brouwers vanuit de lastige hoek. Net iets te lastig. En wel een aanval die er fraai uitziet. Nunnally aannemen en uithalen leek het even, maar schot kwam er net niet. Haaien. Mordjevic. Ik had het gevoel dat Heerenveen misschien iets sneller juist wel een poging zou moeten wagen om te schieten. Ja, dit doorcombineren kan toch bijna niet leiden tot een serieuze kans. Kuipers. Edwardsen. Nou, schietkans wellicht. Lindhorst, kappen en dan schieten. Het levert Go Ahead een corner op. Het was wel een wapen natuurlijk. Maar bij de tweede paal gelegd. Terugkoppen en dan is het wegkoppen. Maar ook uithalen. Del. Dat was behoorlijk dreigend. Braude. Op het moment dat het uitvak zich weer wat meer laat horen, is Keulert er vandoor aan de linkerkant. Bal weer ingebracht door Brouwers naar de Lange. Doorzag het. Nog geen spektakelstuk. Maar je kan als Heerenveen supporter en Go Ahead supporter prima naast elkaar zitten natuurlijk. Jacob Breeuw met in. Oliver Edwardsen die eruit gaat. Moet je zo lang op mij wachten? Mordjevic. Rolletje net niet te halen voor Luc Brouwers. De stemming goed. Veel gezang van beide supportersgroepen. Nieuw-Noord laat zich horen. Het uitvak zeker ook. Een atmosfeer die een betere wedstrijd verdient. Laten. Nu begint de positie wat aantrekkelijker te worden. Del, aanloop lijkt te suggereren dat hij het wel eens in één keer kan gaan proberen. Het is de poging waard en het is de paal. Maar de rebound zit er wel in. De invaller scoort. Breum zet Go Ahead Eagles op voorsprong.
De vrije trap van Dijl aan de basis. De vraag is natuurlijk, staat Breum hier buiten spel? Dat lijkt niet het geval. Hij is attent. En het is een rebound vol overtuiging genomen. Is die binnen te houden? Ja, zeker. Staan er 4 in de 16 nu te wachten op de bal. Rand 16 kan ook. Ja, zelf schieten, dat kan ook. Vrij verrassend. Maar Van der Hart moet toch nog aardig aan de slag. Je rekent er toch eigenlijk op dat Breum gaat overspelen op een gegeven moment. Haaien intussen de bal kwijt en dat schot. Nou, meet het op 4 naast. Het publiek wil weer wat meer van de thuisploeg, maar dat komt er niet. Heerenveen is meer en meer gaan worstelen. Adekanje. Adekanje komt er langs en Adekanje scoort niet. En in de rebound zet Stokkers er wel bij, maar valt die er ook net niet in. Het publiek meer en meer ontevreden. Dat gaat niet worden, de mensen in het uitvak natuurlijk. Goeie bal op Nunnely. Die heeft 2 ploeggenoten in de 16. Hij legt op de rand van de 16. Daar komt hij niet aan. Olson wel, maar die schiet vrij ver naast nog. Sarawi. Goed balletje dit. Olson. De ruimte is er amper. Toch vindt hij opeens die bal weer voor zijn voeten. En dat is een serieuze schietkans. Simon Olson. Voorzet van Everink. Daar is de kans op de 0-2. En wat dan zo'n beetje de beslissing was. Edwardsen helemaal vrij. Van Beek. Kopbal. Maar daar is dreiging. Nou, het zegt genoeg. Heerenveen is op zoek naar een doelpunt. Het is de 90ste minuut. En er zit een spits op de bank. Karlsbak. En die wordt niet gebracht. Het zegt ook genoeg dus over het vertrouwen in hem. En daarmee dus ook over de problemen die Heerenveen voorin heeft. Edwardsen. Het is geen buitenspel. En Edwardsen schiet er maar bijna in. Dat is nog net het handje van der Hart. Er komen 4 minuten bij. Tankstedt. De 0-2 zou een heel stuk logischer zijn dan de 1-1. En daar is hij ook. Ja, het kon eigenlijk niet uitblijven. Edwardsen dan toch met de beslissing. Het is ontluisterend wat Heerenveen laat zien na rust. En Go Ahead Eagles verdient een groot compliment. Een onwaarschijnlijk zwakke tweede helft van Heerenveen. Waarin de ploeg echt niets meer laat zien. En waarin Go Ahead gewoon volkomen verdient de 3 punten pakt.